Nou, in Nederland hebben 17.000 mensen multiple sclerose, noemen we ook wel MS. En dat is eigenlijk een ziekte aan het centrale zenuwstelsel, dus aan de zenuwen. Waarbij we zien dat er littekens ontstaan in de hersenen, in zowel de witte stof, dat zijn eigenlijk de snelwegen van ons brein, maar ook in de grijze stof. En wat eigenlijk, waar het op lijkt, is dat die littekens, die zorgen ervoor dat mensen dus klachten hebben, zowel lichamelijke klachten als ook cognitieve klachten. En cognitie zijn eigenlijk alle functies zoals geheugen, aandacht, concentratie die we nodig hebben om goed in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Als die cognitie het niet goed doet, dan merk je ook dat mensen soms hun baan verliezen of dat ze problemen thuis in de relationele sfeer, dus met hun partner, krijgen. Dus dat zijn hele vervelende symptomen. Nou, ik wilde eigenlijk altijd arts worden en geneeskunde studeren, maar ben 3 keer uitgeloot. Toen ben ik ondertussen de bachelor en master gezondheidswetenschappen gaan doen. En toen wist ik van alles een heel klein beetje. En eigenlijk wilde ik graag van 1 ding veel meer weten. En toen ben ik gaan zoeken en kwam ik de Master of Neuroscience tegen. Waarbij we van molecuul tot aan gedrag de hersenen werden aangeboden in de studiestof. En ik dacht, nou, dat is wat ik wil. Maar toen mocht ik niet meedoen van de coördinator, omdat mijn achtergrond te alfa was. Maar na een goed gesprek ben ik toen toch toegelaten tot deze master. En nou ja, dat heeft uiteindelijk geleid dat ik nu in een promotieonderzoek terecht ben gekomen. Voor mij is met MS als keuze zeker een persoonlijke drive. Mijn moeder heeft MS, dus daardoor weet ik van dichtbij hoe het is om MS te hebben. En was het voor mij een extra motivatie om hier toch nog mee bezig te gaan. Ja, eigenlijk is geen enkele dag hetzelfde, dus elke dag is uniek. Wat wel zo is, is dat je heel vrij bent in het indelen van je dag. Dus ik kan meestal beginnen rond 10 uur 's ochtends. En dan is de eerste prik is eigenlijk standaard het lezen van mijn mail. Vervolgens kan het bestaan uit schrijven van een artikel of analyseren van MRI-beelden op de computer. En vooral ook heel veel overleggen. Overleggen met collega's, met professoren, met studenten. En op die manier ben je continu samen bezig. Dus wetenschap doe je ook eigenlijk nooit alleen. Ik dacht dat je als onderzoeker niet met patiënten kon werken. En dat was weggelegd voor artsen. Maar in mijn onderzoek ben ik heel veel bezig met patiënten. Zie je ook veel patiënten. Dat maakt dat ik eigenlijk dus ook toch een bijdrage lever aan de kwaliteit van leven voor deze groep. Dat vind ik heel erg leuk. En daarbij komt als wetenschapper dat je als je nieuwe dingen tegenkomt op de route, dat je die mag uitzoeken en dat je dus ook heel creatief bezig kan zijn. Ja, voor mij is de grote vraag eigenlijk of we bij mensen met MS het brein kunnen beïnvloeden. Dus dat je inderdaad cognitieve problemen kunt verminderen of kunt voorkomen dat ze überhaupt ontstaan. En dat is natuurlijk heel specifiek op mensen met MS. Maar de achterliggende grotere vraag is hoe plastisch, hoe vervormbaar is ons brein eigenlijk? En kunnen we daar met training echt veranderingen in brengen? Ik denk dat je heel veel hebt aan alles wat je leert tijdens het onderzoek doen. Het bevat namelijk ook dingen als kritisch denken. Niet altijd alle antwoorden voor lief nemen, maar gewoon net even iets verder denken, uit out of the box denken. En dat leer je in de wetenschap, maar dat zijn natuurlijk dingen die je in je dagelijks leven denk ik ook soort overneemt en automatisch toepast. Ik ben er niet bewust van dat ik het doe, maar ik weet zeker dat mijn wetenschapper zijn me ook beïnvloedt in hoe ik problemen in het dagelijks leven aanpak. Faces of Science.